Hey, goedemiddag, ik ben Bas Vette van Prins Watersport. Nou, zoals jullie zien zit ik hier in een prachtige waterspoor. Wel te verstaan de 717 Aviator. Ik ga jullie daar wat meer uitleg over geven. We hebben in misschien al voorheen de filmpjes al wat besproken over de 717 Outboard. Dat als betreft een benzineuitvoering met een buitenboordmotor in een afgesloten ruimte, weliswaar de bun. Maar vandaag ga ik uitlichten de Aviator. In dit geval een Yanmar 80 pk, gaat net rond de 22-23 km per uur. Zou je dus officieel een vaarbewijs voor nodig moeten hebben. In het geval je toch wat sneller van A naar B wilt versnellen op het water, is dit natuurlijk een hele mooie configuratie. En zo hebben we hiernaast nog meerdere configuraties staan. Kleuren, motoriseringen. Wat is er niet mogelijk in de watersport? En misschien ook wel leuk om te weten voor de mensen die ons filmpje voor het eerst gaan bekijken of zien, is dat wij eigenaar en fabrikant zijn van het merk Waterspoor. Dus alle watersporen die hier in Nederland en of het buitenland varen, komen oorspronkelijk uit Nijkerk vandaan. Nou, zoals jullie zien zit ik voor in de Waterspoor 717 Aviator. Een paar mooie pluspunten. En dan benoem ik dat specifiek van het merk Waterspoor. Waar we dus ook wel een beetje speciaal in zijn natuurlijk. Is de breedte van dit schip. 7,27 meter lang. 2,85 meter breed. Je moet zich wel nagaan dat is zowel met het stil liggen als rustig varen als snel varen. Magnifiek. Dat brengt heel veel stabiliteit met zich mee. Maar ook de vaareigenschappen. Is een hele grote plus. Daarentegen heb je mooie hoge rugkussens. Dus het zit ook heerlijk comfortabel. Op lange stukken, korte stukken. Alweer een half uurtje weg is dit heerlijk ontspannen. Maar nog een mooi groot pluspunt is natuurlijk, wat veel mensen niet weten, is het vaste toilet. Ik maak de deurtje even open. Mooie magneten, dus de deuren gaan niet trillen of andere dingen. Verzint u het maar, een elektrisch toilet. Of chemisch toilet of een pomptoilet, u mag kiezen, met nog een hele mooie opbergruimte. Nou, zoals jullie zien staan we nu buiten de boot. Ik stond net in de boot, natuurlijk een gigantisch mooie breedte wat ik aangaf. Nog een mooi pluspunt is dat we vanaf het middenschip naar voren via de boegboorden, wat natuurlijk makkelijk is met aanmeren, maar ook afmeren uiteraard, voor naar de punt kunnen. En ja, je ziet het al, voor in de punt hebben we een heel mooi lichtdek. Nou, nu sta ik achter op de boot, dus ik denk dat ik elke plek wel in de boot heb gehad. Ook wel leuk hè, om te laten zien en uit te lichten. Maar eigenlijk waar we met Waterspoor denk ik wel het bijzonderste zijn. En echt een heel kenmerkpunt van Waterspoor. Of dat hij nou voor de 717 gaat, de 777 of 808. Is de inloop vanaf achter. Mooie vrije doorloop. De stoel klapt u om en u kunt aan boord stappen. Dus ook voor de mensen die dus wat lastiger te voet zijn, is dit een praktisch schip. Wat willen we nog meer? Ook wel een heel mooi kenmerk van de Waterspoor. In dit geval maakt het even niet uit welke tennissloepen we pakken van Waterspoor. Is de afwerking natuurlijk, want daar worden we allemaal heel vrolijk van. Wie wil dat dan niet als je aankomt varen en dat je toch nog even nagekeken wordt om wat een prachtige boot u vaart. En daar doel ik mee topdek, wat ik even wil benoemen. Dat hebben we nog niet zo heel zwaar uitgelicht. In misschien verschillende filmpjes, maar is zeker de moeite waard om even in dit geval te vertellen. Is natuurlijk de afwerking, het ziet er strak uit. Daarentegen mogelijk in verschillende kleuren. We hebben verschillende kleuren stalen bij ons om te kunnen laten zien van hoe kan die perfecte combinatie voor u nou perfect zijn natuurlijk. Ook wel leuk om te benoemen is topdek. Daar praten we nu over. Het is niet een heel glad materiaal, dus het is wat ruw qua aanvoelen. Voordeel daarvan is, het geeft grip. En daarentegen is het ook heel onderhoudsvriendelijk. Je hoeft het niet te lakken, je kunt het opschuren, waardoor het dus bij een aantal jaar wellicht misschien iets gaat verkleuren, maar toch weer helemaal naar nieuw staat kan brengen. En daarentegen, wat ik zeg, we hebben reinigingsmiddelen, cola, wijn, noem het maar op. U kunt het gezellig op de boot hebben. Want het is allemaal netjes weer schoon te maken. En daar gaat het om.
Zoals jullie zien heb ik nu de motorkist eraf getrokken. Ja, ik word hier wel heel vrolijk van als ik kijk hoe die afwerking is. En dat betreft de bedoel ik mee de isolatie, maar ook de motorinbouw, hoe strak dat allemaal is. Er is natuurlijk dan ook daarnaast heel goed onderhoud aan te doen. Maar ook even een belangrijk punt, hij is dus uit te voeren vanaf een 27 pk, rustig varend, tot en met een 110 pk. Ja, dan heb je echt een wolfs in schaapskleren en dan kun je erachter water skiën. Ja, die wens is er natuurlijk soms ook. Maar een mooi iets, dit is er eentje met een 80 pk, daar zit je dus heel mooi tussenin. Mocht dit niet de combinatie zijn die u wilt, kunnen we uiteraard kijken wat er wel mogelijk is. Want er zijn genoeg mogelijkheden. Daarnaast nog een keer, bent u nou niet op zoek naar een diesel inboord? Dan hebben we daarvoor een oplossing. En dat is de outboard versie. En daar ga ik zo meteen meer uitlichten. Nou, zoals jullie zien zitten we nu in de 717 outboard. Daarnet zaten we in de 717 inboard. Het grootste verschil is natuurlijk de motor. Maar er zijn al wel meer verschillen natuurlijk. Vanaf midscheeps de boot naar voren is exact hetzelfde als de inboard versie. Maar we hebben de motorkist niet. Dus heb je in de kuip toch stiekem veel meer ruimte. Meer bewegingsvrijheid. En een gezellige bank. Voor meer warmte. Daarentegen de buitenboordmotor terugkomend. Die gaan we even openmaken. Nou, zoals jullie nu zien hebben we de bunkap opengemaakt. Met een hele mooie Suzuki 140 pk. Ja, ik begin te lachen. Ja, hij heeft natuurlijk verschrikkelijk veel power. Dus watersporten in de zin van waterskiën kan natuurlijk ook heel hartstikke makkelijk. En we hebben natuurlijk wat positieve feedback teruggekregen van Epco. Epco die heeft ermee gevaren en dat was met de allereerste boot die geproduceerd is. Daar hebben wij met die feedback hebben wij wat gedaan. We hebben wat kleine dingen veranderd. En dat heeft alleen maar beter en goed uitgepakt. Dus in de basis de boot helemaal perfect, vaak klaar voor de nieuwe klanten die op zoek zijn naar deze configuratie. Nou, we hebben net alles weerlegd van de outboard versie en voor het begin van het filmpje van de inboard versie. Ik denk dat ik weinig gemist heb. Maar het leuke is, op de website prinswatersport.nl kunt u dus eigenlijk de watersport ook zelf helemaal configureren. Komt u met die configuratie naar ons in de showroom, dan maak ik tijd voor u om die nogmaals eens te bespreken en de ins en outs te weerleggen. Vergeet dus niet, morgen vanaf 9 uur tot en met 5 uur hebben we alle tijd voor u. Ik ben er, wellicht zie ik u morgen. Tot ziens bij Prins Watersport.